hij iets laten zien wat ik als jong student van 22, 23 jaar heb geschilderd in Amsterdam. Toen, ik praat over 1961, de regering van Suriname ging naar Nederland. En Nederland kreeg flink van langs van deze delegatie. Wij slaven en wat hebben jullie gedaan met ons? Kom op, ik wil ontwikkelingsgeld van jou hebben. En Suriname heeft 500 miljoen gehad voor de ontwikkelingshulp. En wij studenten, dat waren allemaal jonge mensen, Ronald Venetian, Hans Walter Limapo, dat zijn allemaal bekende namen. Wij waren allemaal studenten en we zijn uitgenodigd naar het praatje van deze regering, dat was onder leiding van Pengel toen. En we luisterden en daarna was er een heel debat van jonge studenten. En dat was helemaal verhit. Ontwikkelingshulp en zelfstandigheid. Toen spraken we nog niet over onafhankelijkheid. We spraken over zelfstandigheid. Ik ben naar mijn zolderkamertje teruggegaan. Ik was ook helemaal verhit van die avond. Ik heb toen een canvas gepakt en ik heb een schilderij gemaakt op de vloer. Want ik heb het geschilderd, ik heb het opgehangen en ik begreep er niks van. En ik elke dag keek ik ernaar, maar ik heb het laten hangen. En maanden daarna begreep ik wat ik die avond heb meegemaakt, wat ik eigenlijk wilde zeggen en wat mijn conclusie was. Die avond dat ik het heb gezegd, wist ik het niet. Ik was bezig te verwerken. Een schrijver verwerkt het met schrijven. Een muzikant, een muzikus die een emotionele ervaring heeft, vertaalt het in muziek. Ik ben visueel kunstenaar, ik heb het vertaald, maar ik heb mezelf niet begrepen. Maanden daarna keek ik naar en kreeg ik een schok. Ik zei, het gaat om die avond. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.